Hey guys, welkom bij mijn eerste video en ik ga een complete wig install doen. Zo, ga jullie liken, delen en natuurlijk subscriben. Let's get right into this video. Eerst of all ga ik een tube spray gebruiken. En dat ga ik zo dichtbij mogelijk mijn haarlijn spuiten. To lay the stocking cap. Ja, want we gaan slayen today. Ik ga de cap helemaal droog feunen, because you don't want your stocking cap to live when you're doing your thing. Dus dit moet echt droog gefeund worden om verder te gaan. Yep. En mijn cap is nu helemaal gedroogd. So, we gonna cut it. En ik ga gewoon langs mijn haarlijn knippen om het zo natuurlijk mogelijk te houden. Want als je fronten gaat plakken, wil je dat het helemaal op je voorhoofd gaat zitten. Dus ik ga het zo natuurlijk mogelijk houden. En ik neem altijd mijn tijd om alle randjes netjes af te werken. And try not to hurt yourself just like me. Hij is nu helemaal netjes afgewerkt. Ja, aanbouwd. Ik wil gelijk mijn hoofd scheren. Maar dat gaan we even niet doen hoor. Er zitten gaatjes in mijn fronten, dus ik moest echt een manuusje komen om goed naar voren te trekken. Die föhn heeft mijn fronten gewoon gebrand. Ik hield hem te dicht bij, dus ik heb het verpest. Ja, dus we gaan fit in everything, kijken of alles goed zit. En ik heb mijn babyhaartjes van tevoren geknipt. Put some make-up on the frontal to make it look natural. Yep. Clip the hair in, dat niks je hindert om je ding te doen. Ik ga nu nog wat Gatsby gel smeren om de randjes heen van de cap. En dat helemaal droog föhnen, zodat het niet sticky is wanneer ik mijn fronten moet plakken. Ik ga mijn fronten nu plakken. Ik schuif hem gewoon helemaal naar voren op de cap en gebruik ik de Gatsby spray. Ik gebruik geen ghost bun of bolt hold van mezelf, omdat ik niet ervan hou om mijn fronten daarna schoon te maken. Zo gaan we hem nu gewoon föhnen en pressen met je stilkam. Niet te hard, maar you want your lace to melt into the skin. Zo, pressen. Bij het plakken van mijn fronten verdeel ik het altijd in sections. Eerst de bovenkant en dan de zijkant. Vind ik veel gemakkelijker dan alles in één keer doen. Ik vind die hoeken altijd de harde parts en daarvoor heb ik extra tijd nodig om alles goed voor elkaar te krijgen. Het ziet er tot nu toe wel goed uit. Ja, yes, ik doe mijn best. En of course, I'm still learning wat ik beter kan doen. Yup. Nu ga ik aan deze kant precies weer hetzelfde doen. Mijn Gatsby spray spuiten. En dan föhnen en pressen met mijn stilkam. Niet te hard natuurlijk. Ik heb deze kant van mijn fronten trouwens niet geplukt. Ik had daar niet zoveel zin in. En ik had zoiets van, nou ja, dat haar komt erover. Dus ik hoef het niet te doen voor nu.
I'm done. Everything is melted into the skin, ready to lay those baby hairs down. Nu nog mijn scarf aanbinden voor de extra melt into the skin. Deze spraybottle is zo handig, is gewoon net een douche, is echt handig. Ik gebruik Baby Girl Curls van Own Jackies en dit vind ik echt gewoon het beste haarproduct voor mijn krullen. Maar dat daar helemaal niet droog en stug als de wind er doorheen gaat. Maar je moet natuurlijk ook genoeg product aanbrengen op het haar om het vochtig te blijven houden. En to make them curls pop. Ik ga mijn haar nu gewoon borstelen en met mijn borstel vorm ik eigenlijk mijn krulletjes. Die mooie krulletjes. Look at them curls, girl. Voor extra volume van het haar en gewoon die krulletjes doe ik dit eigenlijk. Nu ook nog dat haar uitkammen wat hard geworden is door die Got To Be spray. Ik ga nu met mijn preskam alle haar naar achter brengen voor een mooie haarlijn. En ready to slay them baby hairs. I'm using hair mousse to lay them edges down. En ga ik met mijn edges brush om die scoops te maken to slay them edges. Ew. Babyhaartjes kunnen zo'n struggle zijn. Ik struggle echt altijd. You guys will see the struggle. Yes, really. Oh my god, echt een struggle om ze zo mooi te krijgen en zo goed te scoopen. Je moet je babyhaartjes echt niet forceren, gewoon ermee spelen. Als laatst kam ik mijn babyhaartjes nog uit zodat ze er niet zo hard en krokant eruit zien. Omdat je gewoon een natural effect wil hebben. Still struggling with them baby hairs. Oh my god. Daar gaan we weer. The struggle is real. Yes. Finally done. Ik hoop dat jullie wat van kunnen leren. Bye guys. A few moments later.
don't come. I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Who be risky? Body whiskey, get tipsy.